He's so pink. Is he so pinky? Yeah. Is he not so pink? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wij zijn nog steeds op de Malediven. Mijn zusje, ik en mijn moeder. En Jorien en ik die lopen nu naar de ontbijtzaal om lekker even wat te gaan eten. Want het is 9:45 en wij hebben nog niks gegeten. Mijn moeder wel, die was net al geweest. Maar wij hebben super veel honger en we willen ook straks lekker op het strand kunnen liggen. Dus eerst maar even eten. En het is super mooi weer en ook heel erg warm. Dus het wordt echt een perfect stranddagje. En ik heb er nu al helemaal zin in om lekker te gaan zwemmen straks en te gaan snorkelen. Dus dat gaan jullie straks ook allemaal zien. Dit is mijn ontbijt voor vandaag. Ik heb hier een wrap met tonijn. Lekker croissantje met aardbeidsjam. Een broodje met salami en verse jus de rose. En de tweede ronde, hierbij heb ik vooral veel fruit gepakt. Meloen, lychee en een donutje en een klein chocoladebroodje. We liggen weer lekker op het strand. Ik zit nu in de hangmat met mijn bikini, die is van River Island. Het is een hele felle gekleurde neontop. En dan heb ik er een zwart high-waist broekje bij, die is van Misguided. En dit is zeg maar ons vaste chillplekje hier op de hangmat. En dan liggen hier nog de luchtbedjes die straks in het water gaan. En daar hebben we nog twee bedjes waar we op liggen. En ja, daar heb je nu een klein beetje schaduw. Maar de zon die dringt al een beetje door de palmboom heen. En daar loopt Jorientje met haar mooie H&M bikini. Staat je heel mooi die kleur ook. Nu je wat bruiner bent al. En daarachter zwemt mama. Ik ga wel even naar haar toe lopen. Dan kunnen jullie ook het water even zien vandaag. Kijk, daar is ze dan, hoor. Vind je lekker? Ik ga even in het water een beetje lopen. Paradise. Gek, hè, dat die mensen daar nog kunnen staan. Gisteren kon dat niet. Ja? Ik heb hier een onderwaterhoes, die had ik in Nederland gekocht en daar past mijn Canon in. En deze ga ik straks meenemen, dus onder water. Daar heb ik gisteren ook wat shots mee gefilmd. En dan kan ik die visjes aan jullie laten zien. En dat vind ik echt super leuk om te doen, want Jorien en ik gaan straks snorkelen. Dus die gaat dan met ons mee. Nu gaan we eerst even op die bedjes lekker in het water dobberen en een klein beetje een kleurtje opdoen, want dat kan hier allemaal. We zijn even klaar met het zon op het strand en nu gaan we naar het restaurant toe om even te lunchen. Ik heb zelf niet super veel honger, maar wel gewoon zin in iets van fruit of een broodje of zo. Dus ik ga even kijken wat er allemaal is, wat we kunnen eten nu. Dit is mijn lunch voor vandaag. Ik heb pasta met kip en roomsaus. En er zit ook champignons erin trouwens. En een tonijnsalade met daarbij los nog komkommer en tomaat. En dat is dan mijn begin. Ik ga straks nog hele lekkere toetjes eten die ik net heb gezien. Mijn toetje in de middag tijdens de lunch. Ik heb hier een chocolade karamel cakeje, een blueberry taartje, passievrucht, meloen, ananas. En that's it. Kijk, hier kan je zeg maar eten aan het water. En dat is echt super romantisch. En hieronder zwemmen ook heel veel haaien en visjes. Kijk, hier. Ik ga er even een aan jullie laten zien. Kijk, daar zit een haai. Zien jullie hem? Hij is net onderdoor gegaan, maar er zal straks wel nog eentje komen. Oh, kijk, hier is een haai. Zie? Schattig. En daar nog een ander lief visje. We gaan nu weer terug even naar de receptie. Want daar zit een winkeltje waar je ook wat dingetjes kunt kopen. En dan gaan we even een factor 50 zonnebrandcreme halen. Want die van ons is bijna op. En deze zon die gaat heel erg snel. Dus ja, we zitten natuurlijk heel dicht bij de Evenaar. Dus dan wil je wel gewoon dat je huid goed beschermd is. Een factor 50 is gewoon een must hier. Oh. En iemand zei laatst dat je niet bruin wordt als je factor 50 gebruikt. Maar trust me, wij zijn echt heel bruin geworden van factor 50. En dat hebben we er gewoon continu gesmeerd. Dus hier is het zwembad trouwens. Gaan we er even langs lopen? We zijn er nog helemaal niet geweest. Ja, dat heb ik gewoon nog niet laten zien jullie. We hebben eerlijk gezegd ook nog niet gezwommen in het zwembad. Maar het is een heel groot knus zwembadje. We zijn nu even aan het rondkijken in het winkeltje hier bij het resort. En dit is een merk die ik zelf nog niet kende. Sunbum heet het. En die verkopen ze hier in sprayvorm en ook in flesjes dus. Die je kunt gebruiken.
En wij nemen deze mee. Dit is de Factor 50. En ze hebben ook After Sun Cool Down. Die ruikt trouwens echt super lekker. En ook heel veel andere dingetjes hebben we hier. Zoals souvenirtjes. Ik denk dat ik hier nog wel iets van ga meenemen. Ik vond deze heel erg schattig. Kijk, zo'n voetje. Maldives erop. Jorien, kijk. Twee van die voetjes. Oh, deze cute, hè? Heel veel andere dingetjes die leuk zijn om te hebben. Ook nog wat beeldwerk. Hier ook nog van alles. Ook sleutelhangers hebben ze. I love Maldives. Maldives. Ze heeft te denken welke ik ga meenemen. Laat even achter in de comments welke jij zou uitkiezen. Een sleutelhanger. Of een beeldje die ik net liet zien. Die met die twee voetjes. Ik denk dat ik deze ook mee ga nemen. Vind ik ook wel leuk. Zo'n koelkast. Mooi hè, die vlag ook van hun. Ja, van de Malediven. Nee, ik wist niet dat hij zo uit zou. Voordat we weggingen. Oké, nou ja, dat is dus wat ze hier zo'n beetje hebben. En daarachter hebben ze nog geurstokjes en zo. Allemaal producten van Kurumba merk zelf. Echt heel erg leuk. Deze ruikt trouwens heel lekker. Deze hebben we ook in het resort, in onze bungalow. Dat zijn geurstokjes van Kurumba zelf. En daar ruikt echt de hele kamer ernaar. Dus het is echt een goeie. Oh, leuk. Superleuk, zo'n zonnebrilletje. Voor aan de koelkast. Leg je hem ook weer terug? Nee. Wow. Deze is vet mooi. Kijk, dit zijn alle eilanden hier. Dit zag je zeg maar toen we hier landden op het vliegveld. Dan zie je al die kleine eilandjes liggen. Door de bewolking zagen we niet alles, maar het is wel leuk om het nu zo op een kaart te zien. En even kijken, wat zie je nog meer? Dit is het vliegveld. Kijk, hier zijn we op geland. Mali Airport. En wat heb je nog meer? Dit is Kurumba, toch? Of heb ik het nou verkeerd? Ja, dit is waar wij nu zitten. Dit is Kurumba Resort. En dit zijn de visjes. Wow. Kijk, hele lieve visjes. Dolfijntjes. En de dolfijnen waar? Ja, oh, hier. Ja, dit gaan wij dus zaterdag doen. Aanstaande zaterdag. Dus dat is morgen al. Morgen gaan wij om 5 uur bij zonsondergang naar de dolfijnen kijken. Wow, die is ook vet cool. Ik weet niet of ze dat zien op de camera. Jawel, kijk. Dan beweegt het vinnetje. Super grappig. Waar lacht die? Oh, doe jij hem terug? Oh, shit. Oh my god. Dat is echt iets voor jou. Oh. Oké, bril gaat lekker op de grond. Het is tijd om te gaan snorkelen. Ik heb mijn slippers al aan. Mijn flippers bedoel ik. Mijn slippers. Jorien gaat even de snorkels pakken en duikbrillen en dan gaan we naar het water en dan ga ik mijn onderwatercamera ding meenemen. Het is nu inmiddels 4:30 en ik lig nog lekker even op het bedje in de schaduw op het strand. En zoals je kon zien is dat Jorien en ik net hebben gesnorkeld, maar dat ging niet helemaal goed. En waarom? Dat zal ik jullie nu kort vertellen. We gingen dus zeg maar richting het diepere gedeelte.
Oké, dat zijn vleermuizen trouwens die je hoort. Maar we gingen dus richting het diepere gedeelte. En toen wilden we dus naar het koraal gaan en naar de vissen. En toen zwommen we daar. En ineens waren er twee vissen, die waren super agressief. Die gingen achter ons aanzwemmen. En vooral achter mij. En ik was echt in paniek geraakt. Dus ik ging heel hard wegzwemmen. Maar toen was eens flipper was van mij losgegaan. Dus die heb ik daar gewoon laten liggen hoor. Ik ging gewoon verder. En toen heeft Jorien die uiteindelijk meegenomen, want die was niet meer bang. Maar ik vond het echt doodeng. Dus ik heb echt nog nooit in mijn leven zo hard gezwommen. Maar het was wel echt super leuk om weer wat vissen te zien en zo. Ik ga mezelf zo klaarmaken. Jorien is nu net gaan douchen. En dan gaan we zo meteen foto's maken. Wat dus gisteren niet gelukt was, aangezien het heel snel donker werd ineens. Maar ja, rond 5 uur, 6 uur. Nee, 5:30 kan je nog wel net foto's maken. Dan is het nog licht genoeg. En rond 5:15, dan gaat de zon onder. Dus dan is het ineens pikken donker. Dus goed, ik ga nog heel even chillen hier. En dan straks naar de bungalow. Om dus mezelf op te frissen en klaar te maken voor de avond en voor de foto's. Zo, Jorien en ik hebben net even outfitfoto's geschoten buiten bij het water en bij zonsondergang. Die foto's kun je al terugvinden op mijn blog www.manonteelstra.nl. Ik zet de link hieronder in de beschrijving as usual. En ik laat nu ook gelijk even mijn outfit zien, want ja, niet iedereen die kijkt standaard op mijn blog. Dit is wat ik aan heb. Alles is van Boohoo, behalve de ketting. En dit topje vind ik echt super leuk. Dit is echt zo'n heel schattig gebreid crop topje. En die ketting is van de Primark. En dan heb ik een armbandje om van Lovies. En zo ziet de rok eruit. Hij heeft zeg maar zo'n split. En aan de achterkant zit hij ook echt super mooi. Een beetje strak wel, maar ja, een heel mooi stofje is het. Dus ja, dat heb ik net gefotografeerd met mijn zusje. En dat zien jullie dan op mijn blog nog staan. Dit is trouwens hoe de achterkant eruit ziet van de top. Die is helemaal open. En je maakt het zeg maar hier vast en aan de bovenkant. En dat vind ik echt super mooi en chic eruit zien. We zitten nu in het restaurant en ik heb net al eten opgeschept. En ik heb echt super veel verschillende dingen op een bord gedaan. Maar het is allemaal zo lekker dat ik gewoon niet kon kiezen. Ik heb en alles. Jorien ook. Rijst met spaghetti, bieten, aardappeltjes, normale en ham. Echt alles door elkaar. Alle soorten keukens. En mama ook hier, gamba's. Falafel, vis, lam, gamba's, oh, echt gemuze. Echt, dat is we like. Nee, maar het is wel lekker, een lekkere combinatie, zeg maar. Ik heb hier ook lam, nasi goreng met beef. En dit is een soort van curry beef. Hier heb ik van die gepofte aardappeltjes en groenten. En dat is een soort van citroenrijst met kip daardoorheen. Mm. En dat heb ik... Die niet geproefd hier, dus dat ga ik nu lekker opeten. Ik heb hier ook nog citroentjes en dat ga ik door mijn water heen doen. Ik heb gemaakt. Lekker. Oh, en daar heb ik trouwens ook nog komkommer. Dat is van die gezuurde komkommer. Oké, ik heb net dus een toetje gehaald en dat is niet helemaal goed gegaan. Dit ligt er op mijn bord. Ik heb opgeschept 3 soesjes, slagroomsoesjes met karamel en wit chocolade. Wel fruit, meloen, dit eet ik echt 3 keer per dag ook. En een kokoscakeje. En Jorien is ook helemaal losgegaan op die sushi. Ik heb de chocolade ook nog. Ja, jij met chocolade. Ik heb heel weinig chocolade erop zitten. Maar het is wel echt super lekker. Dus dit ga ik nu... Wat zeg je? Ik bedoel eigenlijk de chocolademousse. Oh, chocolademousse. Ziet er ook super lekker uit hoor. We zijn net klaar met eten en nu lopen we naar de diving center. Want daar hadden we onze flamingo afgegeven. Die flamingo opblaasband die ik liet zien in mijn vorige vlog. En die zouden ze voor ons oppompen met zo'n compressor. Maar ze hadden hem 2 jaar geleden al af, dacht ik. Dus opgeblazen. En we konden hem opkomen halen. Dus we gaan nu even kijken of die klaar is. Want het was best wel een grote flamingo. En om dat dan op te blazen, dan val je denk ik binnen een half uur al flauw. Dus dat hadden we maar even niet gedaan, nee. Maar ik hoop dat het nog open is, want het is nu bijna 8 uur of zo. Ja, 8 uur. Ja, 8 uur. Dus dan zijn ze meestal wel dicht. Maar we gaan gewoon kijken of het te openen is. We hebben hem al. Hij is helemaal opgepompt. Want wel. Hij is zo pink. Je ziet zo pink. Je ziet dat zo pink. Is hij zo roze. Heeft hij dan zo'n mooi kleedje? Het is jouw sister. Nog een flamingo.
Goedemorgen, het is vandaag de volgende dag en ik was gisteren vergeten mijn vlog af te sluiten. Dus dat doe ik bij deze nog even. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer Malediven vlogs wilt zien. Want de komende dagen zullen er nog veel meer leuke video's online komen. Vandaag ga ik dus beginnen met mijn nieuwe vlog, dus voor jullie morgen. En ik kan jullie vast verklappen dat er iets heel erg leuks gaat gebeuren. Dus stay tuned for that. Die vlog komt morgen online. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doeg!